Een hele goede morgen, of als ze hier in Afrika zeggen. Een beetje een slaaphoofd, maar goedemorgen vanuit Oeganda. Ja! Als eerste wilde ik iets gaan laten zien waar ik heel veel vragen over kreeg. En dat is, waar verblijf je nu eigenlijk? Dit is dus het vrijwilligershuis waar we verblijven de aankomende weken. Op dit moment zijn we met z'n vieren in dit huis. We hebben daarnaast is nog een klein bijgebouwtje, daar verblijven ook twee vrijwilligers. En zo hebben we eigenlijk een gezellige bende met z'n allen. We hebben hier een aantal zitzakken die je ergens gewoon in het gras kunt gooien om lekker te gaan liggen. En een picknicktafel waar we 's avonds en aan het eind van de middag meestal aan zitten. En dit is dus een beetje de tuin. We komen hier binnen. Dit is de stoel van de hond. Of we zelf een hond hebben, nee. Het is de hond van de buren die er meestal in ligt. Het is hier een beetje Mikasa, Tsukasa. Niet dat wij in de hondenmand gaan liggen bij de buren, maar je begrijpt misschien wat ik bedoel. Dan gaan we naar binnen. Dat zijn de helmen voor de boda's. Daar ga ik later nog allemaal meer over vertellen. En hier hebben we de zitzakken. Eigenlijk een soort van halletje dit. En dan komen we dan in onze pittoreske woonkamer. Gisteravond heb ik met Paulien slingers opgehangen, omdat we een beetje extra sfeer in de tent wilden. En dat is best wel gelukt. Hoewel we nu wel met de bukkast eronder doorlopen, maar ja, dat nemen we er maar voor lief. We hebben echt een topbank, dus dan kun je lekker zitten. Even kijken, voordat ik het vergeet. Daar is de slaapkamer. Dan hebben we hier nog een slaapkamer. Hier nog een slaapkamer. En dan hebben we hier dus de keuken. Tenminste de keuken, de eetkamer. Grote tafel. Slingers, for sure. In totaal kunnen we volgens mij in dit huis met z'n 12 wonen, als ik het goed zeg. Op dit moment zijn we dus met z'n vieren, wat dus enorm lekker is, aangezien iedereen dan een eigen slaapkamer heeft. We hebben hier waterkokers voor thee, koffie en een broodrooster. Al het brood dat we hier eten is ingevroren, dus dat moet dat even ontdooid worden. Nou, ga ik mijn kamer laten zien. Ik zei dus al, we hebben allemaal een eigen slaapkamer. Voornamelijk zijn er stapelbedden in de slaapkamers, dus ik heb nu alleen het onderste bed. Ja, muggennetten, niet zo boeiend. Wat staat er dan op zo'n kamer? We hebben een kast, die kan op slot. Een kledingkast. Ja, dat is het eigenlijk wel zo'n beetje. Dan gaan we door. Daar hebben we een wasmachine, onwijs handig. Dan hebben we hier bij de badkamer. Even kijken. Onder het mom, mooi blauw is niet lelijk. Het is eigenlijk gewoon prima. Ja, beddengoed. En handdoeken. We hebben een schoonmaakster die alle handdoeken wast, wat enorm fijn is. Hoeven we dat zelf niet te doen natuurlijk. Ja, wat hebben we voor bijzonders in de keuken? We kunnen koken. We hebben een grote vriezer. Zoals ik al zei, die is met allemaal bevroren brood. Meestal zo in een vriezer, denk ik. Ja, onze koelkast. Dit zijn voornamelijk gewoon, of eigenlijk voornamelijk, zijn alle boodschappen die we zelf hebben gedaan. Eieren krijgen we wel vanuit hier, dat is ook wel lekker. Ja, boeiende koelkast, man. Echt goed verhaal van, hè? Komen we hier in het voorraadhok? Jeetje, wat een voorraad. En uit dit apparaat kunnen we altijd vers water halen. Wat heel fijn is, aangezien we natuurlijk niet hier uit de kraan kunnen gaan drinken. Dan is denk ik het laatste wat ik nog ga laten zien. De andere badkamer. Trouwens wel grappig. Als je hier wilt douchen, moet je even een kwartiertje van tevoren de knop omzetten. Zodat de boiler het water warm gaat maken. Anders sta je onder een koude pistrol. Mooi blauw. Ja. De tweede badkamer. Het is luxe dat we twee badkamers hebben. We hebben dus echt wel heel erg de ruimte met z'n allen nu. Aha, de was onder deze douche is een soort Afrikaans mazzel hebben, denk ik. De ene dag komt er wat meer water uit dan de andere dag. Maar over het algemeen is het wel oké. Dus we mogen niet klagen met z'n allen. Dus ja, dit was eigenlijk een beetje ons huis. Ik hoop dat jullie een beetje een indruk hebben gekregen van hoe dit eruit ziet. En het bevalt echt heel goed.